agenda punt 30. Kennis nemen van de omgevingsvergunning voor appartementenhotel Jan-Pieter Heijenstraat. Bij dit agendapunt hebben we één motie, 549 van de leden van Rensen Komsoei, in zaken geen hotel van 55 kamers in het gat van de Kinkerbuurt. Ja, voorzitter. Het gat van de Kinkerbuurt, dat heet niet voor niks zo, want het is een gapend gat midden in de Amsterdamse Kinkerbuurt. En dat ligt al jaren braak, namelijk sinds 2009. En een hotel mag dan in de jaren 2000 een goed idee zijn geleken. Dat is nu niet meer het geval. Het belangrijkste is dat de Raad in 2019 een motie heeft aangenomen die vraagt om het hotel te schrappen. En het ook feitelijk geschrapt heeft uit het bestemmingsplan. Ook heel belangrijk is dat een aanvraag voor een appartementhotel, een soortgelijke aanvraag, is geweigerd in 2020. En dat gaf de buurt en de burgers weer moed. Maar ook een ander heel belangrijk punt is dat vanwege ondergeschikte wijzigingen omwonenden nu niet zijn geraadpleegd over dit plan. En we kunnen hier heel lang over praten en dat doe ik ook echt heel graag, want het is namelijk een heel slepend dossier wat zeker niet de schoonheidsprijs verdient. Maar het belangrijkste is dat dit plan niet past in de buurt. Dat er een tekort is aan betaalbare woningen, niet aan hotels voor innovatieve kennisnetwerkers. En we kunnen hier heel lang en breed over bevoegdheden praten. Maar uiteindelijk heeft onze raad gewoon een controlerende taak. En dat gaat namelijk ook als het over de uitvoering gaat. De uitvoering bijvoorbeeld bij subsidieverlening, bij het versturen van facturen, zoals bij Waternet, dan hebben we het hier ook over in de raad, maar ook bij het afsluiten van een weg wordt hierover gesproken. En zo ook bij vergunningverlening, dan moet de raad daar ook iets van kunnen vinden. En dat geldt ook voor het verlenen van vergunningen, al dan niet gemandateerd. U heeft een interruptie, de heer Staartjes. Ja, dank u wel. Ja, het is inderdaad een slepende kwestie. En als stadsautomaatcommissielid het West vind ik het ook bijzonder eigenlijk dat het weer vanavond hier op de agenda staat. En het lid van Rensen zegt terecht, er is een controlerende taak. Maar als je kijkt naar de motie, gaat die controlerende taak in dit geval wel heel erg ver. Er wordt namelijk, mocht de motie aangenomen worden, wordt er eigenlijk geconstateerd dat het dagelijks bestuur in mandaat het werk niet goed heeft gedaan. Het verzoek gaat niet zo ver, maar de overwegingen die in de motie staan wel. Dat maakt deze motie feitelijk een motie van wantrouwen tegen het dagelijks bestuur. Hoe kijken de indieners daar tegenaan? Voorzitter, ik had eigenlijk gehoopt dat de heer Staartjes juist vanwege zijn betrokkenheid in de Stadscommissie West ook blij zou zijn met het feit dat de raad het college controleert, zoals haar politieke taak is natuurlijk. En uiteraard ook alle organen die daarachter zitten en die dus dingen in de bevoegdheden uitvoeren namens het college. In het bestuurlijk stelsel zoals het nu zit, is die controlerende taak is echt sinds deze bestuursperiode weer teruggegaan naar de stadsdeelcommissies. Wij hebben, of de raad heeft, de stadsdeelcommissies het vertrouwen gegund. In mijn optiek heeft het dagelijks bestuur gewoon dit goed gedaan. Is er een zorgvuldig besluit genomen, ligt nu bij de rechter. Er kan bezwaar tegen gemaakt worden, de rechter kan er wat voor vinden. Ik vind het niet passend dat er op dit moment zo ingebroken wordt via zo'n motie in dit lopende proces. Vindt de indiener dat het besluit niet zorgvuldig genomen is? Het is toch fijn dat er nog een jurist in de raad zit, dus dan kunnen we toch uitgebreid over bevoegdheden gaan hebben. En dan kan ik eindelijk daarover in gesprek met iemand, want de rest vindt het niet altijd even belangrijk. Want het punt is niet altijd even, hè. Dat is een nuancering. Het punt is namelijk dat de taken en bevoegdheden op grond van de verordening van de stadsdelen worden uitgevoerd binnen het kader van de stedelijke beleidskaders. En ik vind dat er niet voldoende is getoetst aan die stedelijke beleidskaders die wij hier in de gemeenteraad hebben vastgesteld. De indiener dus, stelt eigenlijk dat de stedelijke grenzen niet zijn aangehouden in het besluit. Dan is dit besluit toch onzorgvuldig genomen en daarmee niet goed. Ja, want ik wil eigenlijk het betoog wat hier net gehouden is wel delen. Hoeveel vertrouwen hebben we dan in de stadsteden en hoe serieus nemen ze dan als ze die toets inderdaad hebben gedaan, maar niet eens met de uitkomst? Nou, zoals ik net al aangaf, neem ik, dat doe ik al 5,5 jaar, onze taak als raadslid heel serieus. En in de ruimtelijke ordening
is toevallig in de ruimtelijke ordening, hebben de stadsdelen, met name de dagelijks besturen van de stadsdelen, een enorme bevoegdheid. Namelijk om eigenlijk af te wijken van een verordening, namelijk het bestemmingsplan, is eigenlijk gewoon een verordening, een regel, om daarvan af te wijken en dus allerlei bouwplannen toe te staan in afwijking van hetgeen de raad heeft vastgelegd in een verordening. En dat kan soms best wel schuren en soms gaat dat ook te ver. En in dit geval vind ik dus dat dit ook te ver is gegaan. Net ook al wat we eerder hebben besproken. Maar het kan ook geen geheim zijn, zoals ik al zei. Op 7 november 2019 heb ik in deze raad een motie ingediend om de hotelbestemming te schrappen. En dat was er ook met de raadsmeerderheid aangenomen. Dus dit is dat een groot deel van de raad dit vindt, is geen nieuws. De vraag is natuurlijk, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Deze stad kent woningnood. Je zou dus hemel en aarde bewegen om dat voor elkaar te krijgen en dat gat te vullen met woningen en niet met een appartementenhotel. In het debat lijkt er zoiets te ontstaan alsof de wethouder en de dagelijks bestuurder wel die hotels willen. Maar zij toetsen gewoon het beleid en er was geen andere optie. Dus wat hier nu gesuggereerd wordt van wij willen geen hotels. Nee, maar iedereen staat achter dit beleid. Maar toch ben je een betrouwbaar bestuur. Dus moet je toetsen aan de regels die golden toen de aanvraag is gedaan. Ik zou hemel en aarde bewegen, neem me niet kwalijk, om het toch zo te doen. Want, en dat is een beetje een algemene visie van mijn kant, de wet kent heel veel regels en heel veel geitenpaadjes. Nou, als er een geitenpaadje wordt gevonden voor een ontwikkelaar, zou ik zeggen, zoek als gemeente een geitenpaadje om woningen neer te zetten. Ik wil je toch nog even stilstaan bij wat er hier nu gebeurt. Want deze motie gaat echt veel verder dan de politieke wens uit te spreken dat men daar liever woningen heeft dan die shortstay-appartementen die nu gebouwd worden. Dat is ook helder. Maar het gaat om een besluit dat al eerder genomen is en toentertijd ook bekrachtigd is door deze raad. Wat we nu zien gebeuren is dat de raad van plan is om een motie mogelijk te gaan steunen waarin gewoon eigenlijk het vertrouwen opgezegd wordt dat het dagelijks bestuur in Stadshiel-West het werk goed en zorgvuldig doet. Dat is een behoorlijk zwaar middel. En ik wil echt iedereen hier op het hart drukken om dat in het achterhoofd te houden bij het beoordelen of deze motie gesteund wordt. Het gaat hier over hoe het college omgaat met vergunningverlening. En het DB, elk dagelijks bestuur, wordt aangesteld door het college. En die kunnen niet rechtstreeks worden gecontroleerd door de stadsdeelcommissie. Want de stadsdeelcommissie wordt wel gekozen, maar hangt uiteindelijk weer aan de raad. En die kan dus ook. Dus vandaar dat de raad enigszins in dit gemankeerde bestuurlijk stelsel een taak heeft om het college te controleren, dan wel dagelijks bestuur via het college. Het was misschien al opgevallen dat ik het hier de verderlei niet mee eens ben. Maar uiteindelijk wordt er gewoon getoetst aan stedelijke beleidskaders. En die stelt u vast, voorzitter. Uw raad stelt die vast. Dus uiteindelijk heeft u gewoon die macht. Maar ik vind het via de band naar de stadsdeelbestuurders spelen echt geen recht doen aan het harde werk wat daar dagelijks gebeurt. De passie voor de stad en die mensen die voor dag en dauw opstaan om naar eer en geweten hun werk uit te voeren. En ik vind dat ik daar ook pal van moet staan. Voorzitter, uiteindelijk hebben we het gewoon over de inhoud. We hebben het niet over mensen die voor dag en dauw opstaan. Ik ga ervan uit dat iedereen inderdaad niet voor iedereen voor dag en dauw opstaat. Maar ik weet dat iedereen met hart en ziel voor deze stad vecht. En dat doet de heer Van Danzig en dat doet de DB in West. En dat doet ook al deze raadsleden en al die 15.000 ambtenaren die voor Amsterdam werken. Maar het gaat er dus niet om dat wij mensen persoonlijk niet vinden dat ze hard werken. Het gaat er gewoon om dat wij als raad een controlerende taak hebben. Dat verwachten de inwoners van Amsterdam. Dus ik ben heel blij dat deze motie die orde raad krijgt. En ik ben heel blij dat we dit gesprek aangaan. De wethouder. Er moet wel eerst nog over de motie gestemd worden, voorzitter. Dan stemmen wij over motie 549 van de leden van Rensen en anderen in zaken geen hotel van 55 kamers in het gat van de Kinkerbuurt. Wie is hiervoor? Met de stemmen voor van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, DENK, Kabamba, Lijst AV, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie. Hij is aangenomen.